Het eens zo rustige dorp Nijbroek in de buurt van Vaassen had woensdag te maken met een invasie aan pers. Reden hiervan was de aangekondigde belevingsvlucht met een Boeing 737. De familie Van der Water had hun huis en tuin voor de pers en Stichting Red de Veluwe ter beschikking gesteld. Wat vindt u daarvan? Wel gezellig eigenlijk. Ja, misten ze? Nee hoor, als jullie straks vertrokken zijn, dan gaan de beentjes omhoog. Maar het is voor een goed doel. En we willen graag knokken voor dit mooie gebied en voor dit mooie dorp. Dus daarom doen we het met liefde. Als het aan het kabinet ligt, gaan dan vanaf 2019 elke 3 minuten van Lelystad Airport een vakantievlucht over dit gebied en een groot deel van de Veluwe. Om het luchtverkeer van en naar Schiphol niet in de weg te zitten, moeten de vliegtuigen veel langer laag gaan vliegen. En daar zijn veel bewoners en de Stichting Red de Veluwe boos over. Een belevingsvlucht, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, een belevingsvlucht, dat is een vlucht die is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur om de bewoners hier rondom Apeldoorn te laten ervaren hoe het is om onder een laagvliegroute te zijn. En dus hoe het is om zoveel geluid te hebben in de lucht. Ja, is dat reëel? Nou, deze belevingsvlucht is eigenlijk helemaal niet reëel, want het vliegtuig is in de eerste plaats al 20.000 kilo te licht, want er zitten geen passagiers in en bagage mag ook niet mee. En ja, dit is maar één vliegtuig en dat is een redelijk spectaculaire vliegshow. Maar in de praktijk zullen het 50 vliegtuigen per dag zijn, van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dus worden we een beetje voor de gek gehouden? Voor de gek gehouden, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, het ministerie denkt dat het goed is om mensen hier te laten ervaren. En ja, misschien is het voordeel dan ook wel dat mensen die tot nu toe dachten van nou, het zal wel meevallen met die herrie, dat die nu uiteindelijk wakker worden en zeggen van nou, dat valt eigenlijk helemaal niet mee. Nou, ik had ze liever helemaal niet gezien, want we hebben ze lang genoeg gezien. Ja, want u heeft ervaring daarmee, hè? Ja, we hebben gewoond in Schiedam en dat... Waar we woonden lag nagenoeg in het verlengde van 16 Oven. Dus op zich kennen we het geluid toch wel. En dan komt u hier in de rust wonen, denkt u. En dan gaat ineens het kabinet beslissen, via Lelystad moeten alle zomervluchten maar, vakantievluchten vooral, over deze gebieden heen vliegen. Dus dan krijgt u weer het nodige over u heen. Ja, een jaar geleden hoorden we dat ineens. Een beetje laat lijkt me. En dan nog, wat is het, ruim 100 kilometer laag over Nederland. Het is geen eendagsvluchtje om de mensen een vliegtuig eens te laten zien. Maar dit kan in principe gewoon niet. Bij het huis stond ook apparatuur om het geluid van het vliegtuig te meten. Wij meten hoeveel lawaai er van het vliegtuig afkomt. En we gaan kijken of de gegevens van het ministerie kloppen. Ja. Maar die gaan ook meten? Ja, het ministerie gaat ook meten inderdaad. En wij doen dat ook omdat we zeker willen weten dat de gegevens van het ministerie nu wel kloppen. Nou staan we in Nijbroek. Waarom op deze plek? We staan hier in Nijbroek omdat precies hier de vliegtuigen gaan doorstijgen van 1800 naar 2700 meter. En we verwachten dus hier ontzettend veel geluidsoverlast. En als je naar het milieueffectrapport kijkt, dan verwachten we hier net zoveel geluidsoverlast als naast het vliegveld in Lelystad zelf. Ja, dat geeft allemaal aan hoe extreem laag en lang die vliegtuigen over Nederland vliegen, want Lelystad is 70 kilometer verderop. Rond 5 uur 's middags zou de Boeing overkomen vliegen, maar het vliegtuig had bijna 2 uur lang vertraging. Wat is er precies aan de hand? Nou, er is behoorlijk wat vertraging opgelopen inderdaad. Bijna 1 uur en 50 minuten later vliegt het vliegtuig weg vanaf Schiphol. Het is net in de lucht. Wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Technisch mankement, misschien iets met de geluiddemping. Oh, dat weet je ook niet? Nee, dat weten we niet. Ik heb ook nog geen tijd gehad om daarnaar te kijken. Na lang wachten was het dan zover. Bijna recht over de plek vloog de Boeing van Transavia. Grote vraag was natuurlijk, maakte het vliegtuig echt veel herrie? Ik had het idee, dat is rustig. Ja, dat idee had ik ook. Ik vond het erg stil. Ik had er meer van verwacht. Ja, want er kwamen steeds meer vliegtuigen daarnet hierboven vliegen. Ruim hoger dan dit vliegtuig. Ja. En die waren aanmerkelijk harder. Ja, ik heb 5 minuten daarvoor ook een vliegtuig gemeten die overkwam. En die maakte behoorlijk veel meer geluid. Dus dat is echt, die vloog 2 keer zo hoog. Ja.
Maar dat is waarschijnlijk een heel ander toestel geweest. Ja, dat was een ander toestel. Welk toestel het was, weet ik niet. Maar het was in ieder geval een ander toestel. En hij vloog ook iets harder. Maar ja, ik had er in ieder geval hier meer van verwacht. Er kwam ook nog een tweede vlucht over het gebied. De meningen over de geluidsoverlast liepen behoorlijk uiteen. De een vond het te hard. De ander vond dat de vliegtuigjes van Teuggen veel meer herrie maakten. Als het aan de stichting Red de Veluwe ligt, gaan de plannen voor Lelystad Airport terstond de prullenbak in. Jullie willen eigenlijk dat het helemaal niet doorgaat, dat hele plan niet. Is daar nog een hoop op of niet? Ja, ik heb daar zeer goede hoop op, want het is uiteindelijk de politiek die dit moet beslissen. En we zien nu dat ontzettend veel mensen zijn gaan protesteren, ook de laatste dagen vooral. En ik denk dat politici zullen inzien dat ontzettend veel mensen dit plan niet zien zitten. En dat ze zich nog een keer achter de oren krabben en zeggen, laten we nog eens even kijken naar Lelystad Airport. En misschien is er nog een alternatief of gaan we het luchtruim eerst herindelen. Ja, maar goed, maar Schiphol zit al aan zijn tax. Ja. Dat was al niet de beste berekening. In Lelystad zijn ze al bezig. Dus je zou bijna kunnen zeggen, er is geen weg meer terug. Er is misschien geen weg. Ja, je zou altijd een weg terug kunnen doen. Ik denk dat de tijd is aangebroken dat de ongebreidelde groei van de luchtvaart in Nederland wordt gestopt. Een oud Hollands spreekwoord is bezint eer gij begint. En ik heb nu het idee dat het een beetje de andere kant op is gegaan. Dat er eerst een Lelystad wordt gebouwd en daarna maar eens even kijken hoe dat dan verder afloopt. En nog even een spreekwoord als juf. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja, maar daar hebben we nu niet zoveel aan. Het kabinet heeft anders besloten. Zou er nog een gaatje over zijn om ze van andere gedachten te brengen in Den Haag? Wij hopen het. Daarom zijn wij hier nu ook met Red de Veluwe en alle pers om ons heen. Om proberen duidelijk te maken dat dat gewoon niet kan.